Hey mooie mensen, wat leuk dat je weer een nieuwe aflevering hebt aangeklikt van Far Cry 6 op mijn YouTube kanaal. Met wat kleine render glitches in de background. Maar ik ben ook wel aan het mierenneuken nu. Maar goed, ik speel natuurlijk wel op een next gen console, hè? Dat moeten we niet vergeten. PC en next gen. Dan zie je dat dit dus toch nog half op een oude engine runt, maar waarschijnlijk een verbeterde engine. De game ziet er magnifiek uit, maar ik merk op, ja, hoe moet je dat zeggen, technische wijze dat hij toch nog wel een beetje wat haken en ogen heeft soms. Wat ik zeg, smieren neuken. We staan bij aflevering 15 op het strand. We gaan naar een olieplatform, een booreiland, zoiets. En we moeten dingen verzamelen voor Philly. Philly wil dat we een circuitboard van het olieplatform afhalen. En we zoeken wat Philly magic. Ik ben heel erg benieuwd. Dit gaat waarschijnlijk super leuk worden. Philly, ik heb ook dino-hoofden voor hem moeten verzamelen bij een croc farm. Dus ik denk dat hij een soort vuurspuwend monster gaat creëren. Als een soort schrikaanval op José. Of een soort onverwachte aanval op José. Een afleidingsmanoeuvre, net zoals het paard van Troje. Kijk hoe sterk dit wapen is. Het is dan niet per se heel sterk tegen voertuigen. Het is wel sterk tegen voertuigen. Tjonge, jonge, jonge. Maar hier is het. Het booreiland. Super veel zin in. De GDP Oil Platform. Als je er in ieder geval zin in hebt, laat die dikke vette like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan zodat je niets mist. En ja, wil je mij als kijker nou extra supporten, dan kan dat zeker. Word snel een Denaden kanaallid. Je krijgt een unieke badge bij je naam. Je kan nu in 4 tiers kiezen hoe je mij support. En steunt je favoriete YouTuber echt enorm. Bananen? Maar is er dan ook een vogelspin? Huh? Kippie? Een hele dunne gespierde kippie. En een vissersbootje, laten we daarheen gaan. Gaan we hoor. Oh, je kan hier al omhoog. Ja, kijk. Ik zie inderdaad, er staat een oogje op. Lara, Philly has me searching an oil rig for parts. Then you can kill two birds with one stone. Secure that oil for Libertad and try not to blow it up. We could use every drop. Got it. Ik snap dat heel goed, ja. Ik moet dus echt wel iets heel belangrijks doen. Maar moet ook zorgen dat ik het natuurlijk niet opblaas, want dat zou doodzonde zijn. Dat zou echt doodzonde zijn. Waarom pakt hij die ammo niet op? Waarschijnlijk zijn dit dus toch niet dezelfde type kogels ofzo. Hier, kijk. Ik denk dat ik die wel eventjes track. Want dan zie ik wat ik moet doen. Extra gasoline. Oké, er wordt dus eigenlijk gezegd dat als ik die grote rode tanks leeg, in plaats van gewoon ze op te blazen of zoiets, dat ik dan extra gasoline krijg. Not the oil rig. What am I looking for again? A circuit board here. It's like a piece of metal with stuff on it. Thanks. Very helpful. I don't want to rush you, but Daisy's waiting. She don't like to wait. Oei. Die ligt niet zo heel lekker, hè? Nee. Lekker tukje doen. Grote area, man.
Godverdomme. Maar het is wel uniek, moet ik zeggen, om een keer op een booreiland bezig te zijn. In plaats van altijd maar dezelfde fucking outpost, 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 snap je? Dat is echt nice. Er staat ook gewoon een anti-aircraft ding op. Goed van stelt naar stelt hoor. Hier, hierboven loopt iemand. Ik wil niet opeens gespot worden. Oh, dit is een werknemer. Ho, 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 ho. Die gaat omhoog, oké. Okay. This valve will help drain the oil and prevent an explosion. Hey. Heel nice. We hebben die ook gewoon bij ons, hè? Dus die is meegezwommen. Nice, Kitty. Shit. Could come in handy. Dit ding is niet normaal. Echt niet normaal. Holy shit, man. Wat vet. No alarm, undetected, resources secured. Beter kan niet volgens mij. Olieplatform, hallo. Ninjeria. Heerlijke game, hè? Godverdomme, man. Kijk, mensen zullen altijd kritisch zijn. Altijd klagen. Deze Frankrijk is gewoon in hetzelfde. Je moet allemaal outposten. Kijk, je moet het gewoon zo zien. Als jij lol hebt in een spel waarvoor het gemaakt is, weet je wel. Het is een entertainment product. Maar shut the fuck up. Kijk niet naar reviews en oordeel zelf. Ik hoor nu van zoveel mensen die zeggen onder mijn video's, thanks Denna, je had gelijk, het spel speelt heerlijk, ik geniet ervan. En dat is top om te horen, want ik wil niet tegen jullie liegen. Ik geef mijn mening, mijn kijk op het spel, mijn indruk.
En ik vond het top en het speelt heerlijk en het is fun. Het is niet altijd even realistisch, ik loop nu met supernatuurlijke dingen rond. Maar het is super fun en het is genieten geblazen. En de amigos zijn nice, de sfeer is cool, de voice acting is sick, de graphics zijn on point. Ja, wat wil je dan nog meer? Dan vind ik het gewoon heerlijk. Sorry, ik wilde dit gewoon even gezegd hebben ofzo. Want ik merk toch dat veel mensen met dubbele gevoelens lopen over Far Cry. En mij dan als leugenaar uitmaken van... Ja, gast, het is gewoon weer Far Cry. Je zegt dit alleen maar omdat je je spel krijgt van Ubisoft. Onzin. Totale onzin. Weet je wat ook een Ubisoft game is? Ghost Recon Wildlands. En ik heb die game totaal afgebrand. Niet eens gespeeld. Ik kon de game gratis krijgen. Ik zei nee. Ik hoef hem niet. Ik vind hem kut. En juist dat waardeert Ubisoft ook aan me, zodat ik niet nep een game ga lopen verkopen op mijn channel waar ik niet achter sta. En zo geldt dat eigenlijk ook voor de samenwerking die ik nu heb met Rebels Rampage. Een energiedrank om jouw gameprestaties te boosten, je focus hoger te houden. Geldt precies hetzelfde. Als ik niet achter het product zou staan, zou ik het niet aanbevelen. I want to talk to you. Tell me what you know. The people at Espinosa University staged a riot, but they got shot down. Soldiers took hostages too. See what you can do. Thank you. Dus, eventjes een mooie plug naar de samenwerking. Check de videobeschrijving, mocht je dat nog niet weten. Rechtsonder in het beeld of rechtsboven in het beeld, maakt er niet uit. Staat ook altijd nu een Rampage logo. Dat komt omdat de stream mede mogelijk is gemaakt en de video's door Rebels Rampage. Dus, mocht je dat willen, jongens. Een focus booster. Got everything, Philly. Si, even the croquet. I will love you until my dying day. Okay, come back to Daisy here. Okay, Philly heeft echt hulp nodig. Maar mocht je het dus nog niet gecheckt hebben, koop je producten op de website van Rebels Rampage met code DENNA voor 20% korting. En dan speel je in Call of Duty net zo insane als ik. Het is van Libertà. Ik heb genoten en we hebben veel weggehaald. En de rest van alle items, hè, want je kan heel veel producten... Je kan heel veel spullen nog oppakken, zoals die dingen en zo. Dan kan ik dat hele booreiland wel aflopen. Dus dat gaan we niet doen. We zetten gewoon wel eventjes een helikoptertje neer. Deze vind ik wel leuk. En dan gaan we terug naar Philly. Hier, deze dingen. Je kan het echt blijven oppakken. Je kan anders natuurlijk nog buiten de opname in mijn vrije tijd teruggaan naar bepaalde areas om het echt totaal leeg te plukken. Maar anders duurt het gewoon te lang, man. Shit, ik schrok me echt dood. Meteen is mijn helikopter ook half kapot. Schade beperkt. Maar ik schrok wel. Ik stijg dus op en ik vlieg tegen een barrel aan. Tjonge jonge. Oké, we gaan de parts terugbrengen naar Philly. En ik ben heel benieuwd wat hij er nou precies mee gaat doen. Het is zo'n gestoorde guy. Dit is ook niet een helikopter met wapens verder, dus dan heb je dus die free look. Dit soort bunkers vind ik ook interessant, want het zit waarschijnlijk helemaal vol met spulletjes. Ik denk dat ik sowieso... Een groot gedeelte van de nieuwe outpost en dingen die we gaan tegenkomen heel makkelijk gaan kunnen killen met dat nieuwe resolverwapen. Het is eigenlijk overpowered en dat is heel fijn om te hebben. Dus ik wil er ook niet continu gebruik van maken, want dan wordt het misschien wel een beetje te makkelijk. Maar ik wil er wel vaak gebruik van maken. Ik zie inderdaad dat het een rode locatie is. Dus we gaan even die kist oppakken. Cash. Okay, watch yourself, Danny.
Is dat een soort van broken of zo? Er staat bij die posters collect. Maar er popt helemaal niks in het beeld op. Een beetje raar, toch? Mooi om nu precies rank up te gaan. New weapons and gear available. Nice. Als je alles zo kapot ziet gaan, doet het spel me echt... Wow, fuck, ik heb dit gesloopt. Doet het spel me echt ziek hard denken aan Far Cry 2. Echt jongen, de manier hoe damage, vuur, ontploffing in Far Cry 2 werkte was echt zo nice. Ook weer een tank aan. Zag je dat in de verte? Ja, het is toch ongelooflijk. Die tanks die hebben we nog maar. Zo, gerepareerd. Een soort car glass effect was dat. Oké, I'll dump Billy's stuff on his work table. Billy! Ja, yeah, Hiro! Got your stuff! Why is Daisy wearing an IED? Sometimes we gotta hurt the ones we love, Hiro! After, she makes some napalm for us. But first, I gotta fix her. With a croquet? Yeah. He fires off the Philly magic. That's my Daisy! True love. Oh jee. We worden precies op dit moment aangevallen. Dat werkt wel heel goed. Ze rennen er allemaal van weg. Die AKM is nice man, hij is zo sterk. Halfway there. Nu daar vandaan.
Shit, zijn ze nu hierboven? Slopen. Goed zo. Jij kan dit. Jij kan dit, precies. Philly, dude, you have one job, man. En ik heb alles door de muren heen geschoten en dit ding is veel te makkelijk. They're shooting like they want to blow themselves up. No, they're about to. No, coño. Gotta get this truck out of here. You have to take care of this old Daisy. Don't let these dirty soldiers put their hands on her. Hij heeft ook wel een peukie achter zijn oor. Please Daisy, goodbye from you. Hij heeft wel een peukie achter zijn oor. Oké, hij gaat nu dat ding wegrijden. Ai, coño. Oh, terwijl ik door moet gaan. Met een dino hoofd. Zie je, ze mixen een soort van... Stukkie. Ja, ik vind het heel grappig. Ik moet een soort van met humor Far Cry spelen. Daisy's... No, stop. I want to remember my Daisy the way she was. She loved you. Only had good things to say. Okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him out. Philly is niet goed bij zijn hoofd. Only Daisy had lived to see it. I know. I'm sorry you lost her, Philly. Just a machine here, don't be weird. What the fuck? Is alles nou een act? Gaat hij zeggen, het was gewoon een machine, doe normaal. Het was dus gewoon een act. Ik vind dit wel heel grappig eigenlijk. Ik vind het heel leuk dat Far Cry Games deze richting hebben genomen opeens. Er is hier iets in de buurt en dat wil ik doen. Codename Ibis. We gaan ook deze afwisseling met een paard door een rivier rijden. Dat is zo fijn. Shit. Those guerrillas might need some help. Ja joh, flikkers. Hè? Klootzakjes. Better watch my step. Fast!
fixed, hè? Ja. Steel supply erop. Vuelta, Philip. Hiro, I hear you and Chorizo are getting along these days. That's good. He always likes the dangerous types. But listen, you got important shit to do. Ground me a military plane, okay? Air bases are full of them. And a pitching machine too, like the ones at Baseball Diamonds. Anything else on your grocery list, Philip? Can I grab you some cervezas, maybe? I'm already drunk on inspiration. Just watch out for those anti-air guns when you're flying. Unless you want your ass shaved from underneath. Hey, Philly is gek, man. Philly is knettergek. Maar we dit wel mooi heeft gedaan. Collect the medicine in. Oh, yo. Kan dit kapot? Zo. Die wil gewoon even die ontploffing zien. Maar dat is een zieke ontploffing. Tijd om naar Philly te gaan. Oké, jongens, ik ben eventjes naar dit grote dorpje gefast-traveld met die kerktoren. Daar waar natuurlijk de verschrikkelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden waar Carlos is doodgegaan. Oh shit! Ik dacht dan natuurlijk dat ik nog steeds een dief vast had. Right. Not to the outcasts and not to baseball.
There is nothing. Please. Run! I don't want to die. Dit is wel heel heftig wat hier is gebeurd, hè? Holy shit, heb je al die lijken gezien? Dit was echt totale massamoord hier. Afgeslacht zijn ze. Ongelooflijk. Kijk, Vaas was een van de beste villains die ze ooit hebben gemaakt. Maar Anton Castillo is ook gestoord, hoor. Wat hij allemaal doet met die mensen. Better not question the Philly magic. Oké, die moeten we slopen. Nee. Vinden gewoon. Flyball heet de quest. We zijn echt al lang voor Philly bezig, maar hij heeft een soort masterplan of zo. Wel vreemd dat we moeten luisteren naar echt een knettergekke dude, maar hij heeft een soort meesterplan hoe hij Anton en José Castillo wilt gaan aanpakken. Met heel veel zieke gadgets, napalm, supremo wapens, improvisatie. Wegwezen. Phew! Wat zijn de controls? Ik heb een machine gun. En ik heb rockets. Ik zie die heli daar nog hangen. Chill. Dus we hebben een military plane gejat. En daar gaat hij waarschijnlijk iets van napalm of zo aan vastmaken. Zodat we gewoon napalm kunnen sproeien.
it's beautiful, Hiro. Time to walk the Philly magic. I'll see you back at camp. I'll see you back at camp. Operation completed. Flyball. Nice one. Nieuwe operation. Het is simpelweg gewoon een hoofdverhaallijn, hè, wat we steeds krijgen. Danny, we need you back at camp. What's going on? We need to figure out next steps. On it. See you soon, Espada. Danny, we've picked up some intelligence on Jose. I think he's starting to crack. So things are going to get crazier? Just what I need. Just keep up the pressure. I'm heading back to the Monteros farm now. See what I can do. There's always something to do on a farm, Danny. Nice try, Clara. But you're a city kid like me. Aha, hij staat op knappen. Hij voelt de druk. We zijn alles wat hij eigenlijk had aan het slopen. En hij voelt natuurlijk zelf ook die, die macht van Anton Castillo in zijn nek hijgen. Want hij werd al beschoten. Het is dan wel zijn eigen oom. En hij is het neefje, maar hij werd wel gewoon beschoten. Ook toen ze kleiduiven gingen schieten. Even in ieder geval echte duiven gingen schieten. Dus laten we naar het kamp gaan en ik zie jullie zo meteen. Waar we met Espada gaan praten. Good to see you, Danny. No? It's good to see you, my man. It's good to see you, my man. Nou, we hebben alles al maximaal geupgraded. Ik ga wel kijken of ik nog een of andere buff kan fixen. Anton Castillo's paradise is our... Wat is dit? Dat is wel heel handig. De hoed die aan niet. Dankjewel. Daar is hoor, Espada. You better have rum. So what's our next move, Espada? You got any ideas? You're not listening! You're not listening! Shut your mouth! We have to hit Jose's tabaco. Had enough out of you, Singal. You just gonna let this happen? Long time coming, Danny. Montero Justicia. Stop! Your brother's a traitor. Si. And he'll spend the rest of his life making up for it. You ready to look in the mirror and admit your mistakes? You first, Camila. Fine. I voted for Castillo. I didn't want to, but Viviro was going to make us rich, wasn't it? Mierda, I doubted you. All of you. I blamed you for not being guerrillas. But Papa was right. To get faith, you gotta give it. If you want Jose, if you want Jose, you have to think big. He don't where it hurts. His tobacco fields. We dried out already. No, all of his fields at once. Draw his soldiers out, leave him open. That's smart. Well, lucky for us, Philly plans ahead. Me and the hero got you covered. Good. We divide our forces. Targeted strikes, checkpoints, guard posts, everything. In and out. And then we hit that airbase hard. Now what the fuck are we still doing here? Dale. Yaranos hasta el final, Roberto. Ya, Roberto. Hasta el final. Je schiet er toch ook geen reet mee op om hem te gaan lopen brandmerken of in ieder geval te gaan martelen terwijl je op José kan jagen. Hold on to your ass, hero. Robotus is my greatest one. Nepal Nino. Metal Bird, Hellfire, and the Hope of the West, all in one. So you've flown this? No, never. I'm afraid of heights. But I'll be the wind beneath your belly. Moral support while you rip José a new one. Oh, hero, hero. You're gonna need my soundtrack. Philly Magic, babe. Wat heeft Ubisoft, of in ieder geval de makers van Far Cry, met shit verbranden? Ze vinden het zo vet. In Far Cry 3 deden we Make It Bandem. Wietvelden verbranden met een flamethrower. Van Vaas.
Wat natuurlijk doodzonde is, want Vaas wilde lekker smoken en ik had dat wiet van hem onder mijn arm meegenomen in plaats van het te verbranden. Maar! Toen hoorde je Skrillex. Okay, Philly, let's see what you got. Philly magic, baby. Fucking Philly. Alleen, ik denk zomaar dat er nu dus een soundtrack zou afspelen die ik nu niet kan horen, omdat Guerrilla, het uitstaat. Ready? I want to hear you. Sanchez, ready. Torres, I'm here. Nepom Nino, all good up here. Sereno, ready. Ortega, let's fucking go. Okay, show controls. Machine gun, bomber view, drop bomb. Kijk. Kijk. Eso, eso. Wat top. You are one with Napalm Nino. Napalm Nino. Feel it. Boom. Shit, Philly. Holy shit, it actually works. Philly, you're a fucking genius. Boom. Fuck yeah, Philly. Wat sick. En normaal gesproken, nogmaals, zou je waarschijnlijk een soundtrack horen die je nu niet hoort. How you like that, El Pequeño? Oh shit, dit is nice. Ah, kutzooi. Nou ja, laat me maar weten in de comments of hier normaal gesproken een soundtrack bij is. Kut. Zou dit werken? En inderdaad, het werkt. Wat sick. Ja, almost done now. That takes care of the Viviro. And you're next, Jose. Gotta get to that airfield. Ja, echt? Gaan we naar zijn airfield? Wat sick. Ortega, where's your status? I don't see anybody yet. I think we're clear. We're south of the base, ready to move. We good to start shooting or what? 3 o'clock. Open fire. Some come mietas on the left. Watch your fire. Hold your position. Don't move until I say. Flanking on the north side. They won't know what hit them. Come on, compais. Let's move. Oye, we need help. We're taking fire. Move, move, move. Who is taking fire? On the right. Don't let them pin you. Shoot those fuckers. Fire now. Anything you got. Ja, ik denk echt dat je normaal gesproken een muziekje had gehoord die we nu niet horen, maar wat ik me dan afvraag, dat andere nummer hoorden we wel. Dat Libertà, 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 ta ta tiri tiri, Guareta tiri. Support is on the way. Guerrillas, give me your status. Holy shit, Espada. They never saw us coming. All good up here. Starting to believe in that Philly magic. Took some hits, but we're okay. Us two. He should cut El Pequeño down to size. Good work, guerrillas.
Search for any gusanos we might have missed. Danny, meet me at the airbase. You and me got a date with Jose. You got it. Espada, you okay? Si. Now get your ass over here. On my way. Almost there. Where's our tiny general? One of our guerrillas said he spotted him in the control tower. Okay, heading there now. Oké, okay, hebben we niet een of andere... ...tig veel move of zo waardoor ik die rockets weg kan leiden? Control Tower. I get it! Even een bochtje maken, landen. Het zou zonde zijn als we de napalm vehicle van Philly meteen slopen. He's not here. Coño, you sure? Little Comemieta could be hiding in some tight places. No, he's... José, bro, ik wil jou zo hard slopen. Het wapen doet al zoveel damage, dat is zo nice. Dit wapen is zo sick, dude. Bijna.
2 million! Yaren cigarettes. But you couldn't find these out here. And Don loves me. He'll send this army to rape and murder every one of you fucking Monteros for this! I don't see no Anton. Or your true Yaren friends. You know, my papa gave me this blade when I was 7. Told me how to throw it, how to kill with it. You look just like him. Tell me, is there enough of him left to bury? But this blade doesn't really say Yara's might, does it? You took my land. You took my papa. And now it's time to give. No vemo, Napoleon el pequeño. Not like I remember it. Good boy, Chorizo. Ale's gone. Again. Well, then that's his choice. And Papa? Did he get a choice? Did he get to see us win something? You never would have won anything if he was still here. How the fuck would the Queen of Libertad know? I know he was never going to give you the farm, Camila. Or the camp. But look what you achieved. Espada, you are what the camp needed. You are what Libertad needs. You are the one to help us take down Castillo. She's not wrong, Espada. There's no future for the West without help. And there's no future for Libertad without the West. Monteros don't shake. We drink. To the Montero. To the future. Ziek. Allemaal. Philly, Juan. Het zijn allemaal coole characters van Libertad. Ze staan er nu achter, de Monteros. Ze helpen ons. You want to confess? Confess. Why are we here? You never even liked Jose. Why? He was an asshole. Why? He was weak. Mi papa had a saying. God gives victory to the lions. Sounds religious. Mi papa love Jesus. He would always say, Jesus would make an amazing Yaren presidente. Mi Anton, always remember, Jesus was both the lion and the lamb. Rule with strength, but understand suffering. You believe that? After he was murdered, your grandmother and I were left to survive alone. She would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all wrong. Be the lion and the lamb? No, she would say, Anton, there are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A Castillo must be a lion. For Yara is full of lambs. You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful, but a woman in Yara. And in those days, she had the wrong skin to lead. Mi papa was a lamb. Jose is a lamb. You want to know why we're here? You are a lion. And we eat the fucking lambs.
Vet. Vet, vet, vet. Danny, the West owes you its freedom. But we need to build momentum or the revolution will fail. Maximus Matanzas and the legends are out there and they need your help. I hear you. Thanks, Clara. Heel, heel, heel nice. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering 15. Ik zie nu pas dat ze echt zieke tattoos heeft, man. What the hell? Ik vind het echt een toffe character. Ze heeft een bepaald soort humor. Ze is grof. Ze is bloeddorstig. En dit was echt een vette, vette episode, man. José is neer. De eerste. Thanks voor het kijken. En ik kan niet wachten tot de volgende episode. Peace out.